Goedemiddag, ik ben Anne Rondacht en wij zijn hier vandaag aanwezig op de Goed Gevoelbeurs Ladies Fair in Gent, samen met de dames van Miss Wellness Beauty. We zijn hier vanmiddag aan onze eerste stand aangekomen, namelijk de Color Studio. Dag Darleen, wij zijn hier nu bij uw stand aangekomen, de Color Studio. Wat vindt u van de opkomst van de beurs? Het zijn vooral particulieren die hier naartoe komen. Echte vrouwen, direct bereik, direct gekendheid van uw merk. En de opkomst is groot, ja. Nu, is het de eerste maal dat u in de Goed Gevoel Beurs deelneemt? We hebben voorheen nog beauty- en bodybeurs gedaan, maar Goed Gevoel is nu de eerste keer. En het geeft een fijn, aangenaam goed gevoel, moet ik zeggen, hier op de beurs. Ja, en de dames van Miss Wellness Beauty zijn vandaag ook aanwezig. Nu heeft vorige week in de jury gezeten tijdens de finale. Hoe heeft u dit ondervonden? Dat was heel leuk om te doen. Dat is ook de eerste keer dat we dat gedaan hebben, jureren. En ik moet zeggen, het was spannend. En wat zijn zoal de punten waar dat u op gelet heeft voor het jureren? De présence vooral. Dat vind ik heel belangrijk. En ja, af en toe was de présence top. En gingen er dan wat minpuntjes naar de voorstelling. Want ja, je voorstellen en de manier waarop dat je communiceert is uiteraard superbelangrijk ook. Dus dat waren eigenlijk de twee pijlers voor mij. Ja, u bent dan ook hoofdsponsor van Miss Wellness Beauty, dus vandaar dat u in de jury zat. Nu, de Color Studio, daar sponsort u mee met het bedrijf. Maar wat heeft dat eigenlijk te bieden? Eigenlijk kort gezegd, de Color Studio staat voor permanente schoonheid. Permanente schoonheid. Je wordt wakker en je hoeft in feite niet zoveel meer te doen. Wat doen we exact? Permanente make-up is het aanbrengen van wenkbrauwen, eyeliners, lipcontour en wimperextensions. Dus dat zorgt voor een constante mascara look. Dus echt een permanente schoonheid eigenlijk. En vandaag geeft u ook een interactieve stand. Dus wat doet u eigenlijk vandaag hier vooral op de stand? Wij geven permanente make-up aan de mensen die dat willen en wimperextensions. Dus voor ieder wel wat leuks. Ja, absoluut. Ja. Dank u wel. Welkom terug op de Goed Gevoel Ladies Fair in Gent. Ik sta hier bij Clarissa. Clarissa is woordvoerster van Curaçao. Nu, Curaçao, Clarissa, wat is dat precies? Het is een heel speciaal product. Ik zou zeggen, eigenlijk momenteel iets uniek. Het product is heel natuurlijk. Het is eigenlijk een tanning spray. Speciaal. Het gaat in de huid gaan indringen en de melanine in de huid gaan activeren, waardoor je eigen kleurtje eigenlijk naar boven komt op een heel natuurlijke manier. Dus geen oranje effect eigenlijk? Nee, omdat het geen carotene bevat, geen paraffine, parabenen, suikerriet. Dus het gaat niets plakken en ook niet oranje worden. Dat is eigenlijk ook iets natuurlijk. Dus ook heel goed voor de mensen met een gevoeligere huid, voor de allergische reacties dan? Ja, inderdaad. Het product bevat ook geen parfum. Dus het is heel goed voor gevoelige huid. Ook mensen met dat acnehuid kunnen het gebruiken. En dat is eigenlijk heel aangenaam. Jullie zijn ook sponsor van Miss Wellness Beauty. Dus jullie waren vorige week ook aanwezig op de show van de finale. Wat vonden jullie ervan? Oh, het was super. De dames waren ook echt ongelooflijk. Heel tof. Het is echt heel tof geweest. Ja. En ook tevreden van de winnares? Ja, uiteraard. Ja, natuurlijk. Heel tof. En wat vindt u van de beurs momenteel? Tevreden van de opkomst? Ja, heel tevreden. De mensen zijn ook heel tevreden. Allemaal, ze willen het productje testen. Ze zijn van, oh, tof, de benen. Want nu begint eigenlijk het mooie weertje. Dus het is nu dat het de zon ook... We hebben niet zoveel zon. Als we de zon hebben, iedereen gaat naar buiten. Dus... En met witte benen en een wit... Als de zon het niet doet, dan moeten we het zelf een beetje toesteken. En een mooi kleurtje is altijd heel tof. Hè? Iedereen voelt hem... Ja, ik ben er alleszins ook wel heel tevreden. Ah, super. Dus productje zeg het ook. Ontdek het geluk in een flesje. Dus je wordt het altijd happy van als je een mooi teentje hebt. Ik denk dat dat een leuke afsluiter is. Geluk in een flesje. Dankjewel.